met het Monicarta-systeem van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Minister Urakit Ramsaran heeft de politie en de Centrale Landsaccountantsdienst ingeschakeld voor een onderzoek in deze kwestie. Voor de ministerraadsvergadering vanmorgen zei Ramsaran dat er op zijn departement geen ruimte is voor corruptie. Laat me alvast hiermee beginnen. Wat ik vandaag op tafel wil leggen zijn 3 zaken. Er is rondgegaan vanuit een lokale dagblad dat er een oneigenlijke overmaking, oneigenlijke storting heeft plaatsgevonden. En er is sprake daarvan, apart van oneigenlijk, naar een bedrijfsrekening. 3 zaken die ik op tafel wil leggen zijn 1, dat wij vanuit het ministerie, maar zowel ik als persoon natuurlijk, als het gaat om corruptie, dat niet tolereren. Dat is 1. Reden waarom? Omdat wij gaan voor transparantie en goed beleid, goed bestuur. Vandaar dat wij vanuit het ministerie allereerst meteen, om het zo te zeggen, een onderzoek hebben ingesteld. We hebben niet alleen de politie dan ingeschakeld, maar we hebben ook ervoor gezorgd dat er een schrijver is gegaan naar KLAT. En bij deze wil ik dan KLAT als de politie, de autoriteiten, dan de ruimte geven om het onderzoek dan te doen. De minister zegt een transparant beleid te voeren. Daarom is het onderzoek zo snel ingesteld toen de kwestie van een mogelijke malversatie begon te lopen. Als het gaat om... Laten we even gaan naar het artikel zelf. Wil ik even aangeven dat het ministerie niet van plan is af te gaan op anonieme berichten. Maar, ik benadruk dat gedeelte, we gaan niet af op anonieme berichten, maar als we kijken naar het probleem, er is gesproken over een oneigenlijke transactie, moeten we natuurlijk werk van maken. Apart van de autoriteiten de ruimte geven om hun onderzoek te doen, waarbij we daarna aan de hand van de resultaten verder kunnen handelen, hebben wij van het ministerie ook verder gekeken wat of hoe zou het zitten en wat zou zo'n case kunnen betekenen. Wat ik wil aangeven is dat behalve punt 1 dat we het niet tolereren, punt 2 dat we niet afgaan op anonieme berichten, is dat punt 3, elk verzoek, elk aanvraag bij deze koopkrachtversterking, dat elk aanvraag een persoonlijk aanvraag is. Ramsaran merkt verder op dat een aanvraag naar sociale steun een aantal stappen kent waarbij er veiligheidsmaatregelen zijn getroffen. Het is jammer dat door een mogelijke malversatie een deuk wordt gebracht in het project koopkrachtversterking van de staat, meent de bewindsman.